Ja, ik en Kent is met een kattenvenne aangekomen. Ik zie als je het ziet, kattenvenne. Dan gaan we hier eens kijken wat hier te zien is. Hè. Dit is alvast de plaat, hoe kattenvenne er heel goed uitziet. Ja, hier heb je zo ongeveer een klein kaartje. Kattenvenne. Dan heb je daar nog het plaatje Middel-Limburg, misschien is de parking. Hier kun je gratis parkeren. En dan in de bos is een speeltuin, dan gaan we direct eens inkijken. En daar is nog ergens iets. Ik heb wel mobiloms erachter. Hè. Die heb ik niet. En hier is zo. Maar hoe noemen ze dat allemaal? Ja, hoe gaat je eens te skiën? Dat is een paardenmanage, allemaal paarden erachter, daar rijden de paarden. Je kunt ook heel goed motorbiken. Ah, dat is een sporthal, een manage. Eetcafé, auto's. Kent je altijd, dat is zo druk. Weet je, dat is mountainbike netwerk. Je kunt ook heel veel mountainbiken, je kunt gewoon parcours afleggen. Hier heb je een parcours van 136 kilometer. Ik zou zeggen, Bas, die bij altijd bij Enzo Knol is, kom hier eens mountainbiken, dat is heel fijn. Dus, hier ligt het ongeveer op de pub, Genk. Zo'n Overheuze, zo'n Midden-Limburg, je kunt hier alle kanten uit. Als je ziet nou wat je doet. Ja, hier heb je ook de sterrenwacht hier in. Als je kijkt, dan heb je ook de sterrenwacht. Kattenvenne, Genk, Kattenvenne. En de planeet Arruïde. Weet je? Planeet Arruïde. En zo loop je dan. Maar daarachter, dat is ook zoiets over ruimte. Ah, daar is dat, ja. Om naar de sterren te kijken, schoot. Er is een koepel boven. Kun je naar de hemel kijken. Ja, hier zijn we bij de Cosmodroom in Kattenvenne. Kun je naar de sterren kijken, die sterrenwachten noemen. Want daarboven zie je die koepel. Dan heb je een terrasje. Dat is cafetaria. En dan heb je een speeltuintje wat nieuw aangelegd is daar. Hier is de oude gedeelte. En daar is een nieuw gedeelte. Speelplaneet noemen ze dan. Oh, eens kijken, Kenji. Of Kenji erop kan spelen. Nee, ik kan dat niet spelen. Oh nee. Nee. Kenji denk alleen, kan alleen met tablet spelen, hè, jongen. Ja. Ah, één moet hier zitten en de andere moet erboven zitten, hè, Kenji. Ja. En dan kun je springen, dat is een paarden. Paarden achter u, kijk. Paarden hebben in de bossen gelopen. Het is van alles, hè. Alles zo, een beetje rondgaan zo. Alles cafetaria. Maar dat ken je. Zoals ik erop zit in het beeld die we gaan filmen. Sinterklaas. Nou, ik zal dus daar al. Ik en Kenji zijn hier door die bos gelopen van de speeltuin. En we zijn dat tegengekomen. We zeggen dat het door de bos. Wat dat wil voorstellen, I don't know. Oeh, gaan kijken wat dat is. Ken zich dat kind gaan. Ah. Ah, dat is van ijzer. Goest. Niet gemaakt. Ja. Oeh. Oh, dus heb je van alles in de bossen, denk ik. Ja, ken je. Tafel, dat kun je eten. Voor een prudelijk zuivel. Ja, daarachter is de speeltuin. Dat was daar de cafetaria. En hier kun je onder, dus eigenlijk achter de. Hoe heet dat weer? Commodroom of zo ergens. Sterrenwacht. Oké, dat is de Cosmodroom eten. Dat is de sterrenwacht. Dan kijk je naar de sterren, kijk naar boven. Iedereen kan gaan. Hier zijn we juist achter de achterwasset. Daar is de cafetaria daarboven, de speeltuin. Dat is de achterkant, komt Cosmodroom. Maar daar is ook een taverne. Ah, maar dat is die taverne. Die taverne heet. Taverne de Krater. Dus Taverne de Krater. Welkom, Kattenvenne Cosmodroom. Ja. En zo wandel je terug. En daarachter is een minigolfbaan. Richting parking terug. Dat is een soort informatie voor brochures. Ja, we hebben het zeker, Sky Fictions. Klaar om te dromen, zit je.
Daar was de speeltuin. Daar ben je, daar zijn de platen zo, kun je zo kijken zo. Ik heb de vennen, welkom. Wandelen, kus met een paard rijden, minigolf. Een kaart. Goede campen. Ja, en dat is de openingsuur. Dat is de cafetaria. Ja. Dat is de speeltuin. Dan heb je de trap naar de cafetaria boven. En zo gaan we terug naar de parking. Voilà, en daarachter de minigolfbaan. Daar kun je fietsen en nee, golven hoor je aan fietsen ook geloof ik. Voilà. Yo, YouTubers, hier ben ik en Kenji. We zetten de laatste tijd vlogs op internet en zo. Ik doe dat speciaal voor Kenji. Hij droomt altijd van vlogger te worden. Ik steun hem er heel veel in. Dus daarom abonneer op zijn site. Wat is de site van YouTube? Kenji Power. Kenji Power of Kenji de Temmerman. Dat heb je ook zeker nog, hè? Ja. En bij mij Ronnie de Temmerman. Ik doe dat speciaal voor hem. Er gaat sowieso naar hem die abonnees en zo. Er gaat allemaal over. Omdat hij altijd iets heeft en hij kijkt er ook naar uit. En dat doe ik mee. Soms een strijd tegen elkaar zo, hè jongen? Ja. Maar daardoor proberen we alle weken toch één of twee vlogs op te zetten. Hè? We moeten nog beter materiaal hebben, we moeten nog heel veel leren voor de om over te kunnen zetten. Dat is allemaal niet gemakkelijk. Ik heb een laptop, het is heel langzaam. Maar dat komt nog allemaal goed. Dus steun ons. Kenji, wie is je favoriet? Azeknoor. Daarom, ik heb ook de pijn aan voor hem te steunen. Dat is een jongen met autisme. Hey, ja, een beugel in zijn mond nu. En daarom steun deze jongen, abonneer op hem. En met vriendelijke groeten van ons tweeën en peace en geniet van deze mooie dagen.